1000 Nederlandse kijkers. Dit is voor jullie. Ik kreeg een mailtje met een request, een verzoek om een filmpje in het Nederlands te maken. Meestal doe ik eentje in
waarschijnlijk een reclame komen na deze video, waar ik geen eigendom over heb eigenlijk. Dat doet YouTube automatisch de laatste tijd. Waar ik een hele grote probleem mee heb. Want jullie worden wakker natuurlijk, maar ik heb daar geen zeggenschap. Deze microfoon was ontzettend duur. En ik moest voor een tijdje best wel duurzaam gaan leven. Dus ik hoop dat jullie ervan genieten. Geniet. Anyways. Heb jij... So.
zet ik een wekker. Ik zet hem uit in mijn slaap. En wanneer ik wakker word, heb ik daar geen herinnering van. Dus dan heb ik dus maar ongeveer 14 of 15 uur geslapen. In één stuk.
een beetje raar. Deze mensen erg droog.
Zijn niet te heet geworden. Wat klinkt het zo nice.
uitzetten voordat dit huis in de fik gaat. Ik ga wat handcreme op mijn handen doen. Laten we kijken hoe dat gaat. Deze ruikt ook heel lekker. Omzetten naar zinnen gaat ontzettend omlaag. Het is een beetje erg. Erg. Het ding is, ik ben niet een hele grote fan van Nederlandse media. Dus films of muziek. En wanneer je in het buitenland woont, is dat zeg maar de enige manier om Nederlands binnen te krijgen. Dus misschien kan ik boeken lezen in het Nederlands. Ik heb ook niemand waarmee ik mee kan praten, behalve wanneer ik mijn familie bel. Want
Yes.